Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op maandag 12 februari. Er vallen wat buien in Nederland, maar de buienactiviteit die neemt geleidelijk aan wel af. En morgen zijn de flinke zonnige perioden. Ook woensdag is er ruimte voor de zon. Op donderdag krijgen we wel te maken met regen. Mogelijk dat er in het oosten ook nog wat sneeuw gaat vallen. Ja, en momenteel vallen er winterse buien. Met name in de noordelijke helft van het land zien we de buien, maar ook elders kan best een buitje vallen. En er is nog steeds kans op hagel of sneeuw. De buienactiviteit die wordt in de loop van de middag en avond wel minder, maar met name langs de kust en ook in het noorden van het land blijft de kans op een enkele bui wel aanwezig. De temperatuur die daalt vanavond in de opklaringen al vrij snel tot onder het vriespunt. De wind die waait uit het zuidwesten en is overwegend matig en alleen aan zee blijft de temperatuur nog net iets hoger. Vannacht vriest het vrijwel in heel het land. De wind draait naar het zuiden en is matig en nog steeds kan er een enkele bui vallen in het noorden van het land. In het zuiden zijn brede opklaringen. En morgen overdag zijn er een flinke zonnige periode. Wel neemt in de loop van de dag vanuit het zuidwesten de hogere bewolking toe. In Zeeland zou in de avond misschien wat natte sneeuw of regen kunnen vallen, maar de neerslagintensiteit is erg licht. Wat de temperatuur betreft, die ligt zo tussen de 4 en de 6 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden. En ook woensdag ziet het er vrij zonnig uit, met de meeste zon nog steeds in het oosten. Donderdag gaat het geruime tijd regenen. En mogelijk valt er in het oosten en noordoosten eerst wat sneeuw. Maar de temperatuur gaat snel omhoog. En dat betekent dat eventuele sneeuw snel wegdooit. Smiddags dus is het een graad of acht op de meeste plaatsen. In het zuidwesten kan het zelfs tien graden worden. En ook vrijdag is het zacht met acht graden. Dan blijft het overal droog en zijn er zonnige perioden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.